vereniging met toeters en bellen begon woensdag de eerste werkdag van Jeroen Dijsselbloem als kersverse burgemeester van Eindhoven. En wat heb je gedaan tot je pensioen? Financiële dienstverlening. Ik heb heel veel met debiteuren gewerkt. Oh ja, grappig. Het zijn ook de eerste uren op zijn nieuwe werkkamer op het Eindhovense stadhuis. Midden in die stad waar hij zo graag aan de slag gaat. Ik heb heel veel zin in. Ik merk dat ik er energie van krijg. En dat is altijd heel fijn. Deels gewoon dat het Eindhoven is, dus dat voelt voor mij echt heel bijzonder. En deels natuurlijk gewoon dat het nieuw is, hè. Dus daar krijg ik energie van. Dus je staat weer op scherp. Er moeten hier veel dingen gebeuren. En dat voel ik ook. Dijsselbloem wil doorgaan waar zijn voorganger stopte. En dan kijken waar hij andere accenten gaat leggen. Hij is binnengehaald om de stad vooruit te helpen op tal van terreinen. Dat is vaak bestuurlijk, maar hij wil ook nadrukkelijk tussen de gewone Eindhovenaren staan. Dat je steeds aandacht hebt voor hoe lastig het is voor mensen soms om nog aan te kunnen haken, om de rekeningen nog te kunnen betalen of om nog te begrijpen hoe al die overheidsregelingen eigenlijk in elkaar zitten. Dan mensen ook gewoon bij de hand nemen waar nodig en helpen, naast ze staan. Dus we moeten ook nadenken over, kan het allemaal wat simpeler? Kunnen de drempels allemaal wat lager? Kunnen we mensen daarin bijstaan? Gaan we aan het werk. Wie is u eigenlijk uw grootste inspiratiebron? Misschien wel mijn opa. Mijn opa was directeur van een ambachtsschool. En die heeft gewoon zeg maar, de jongens die uit de arme boerenbedrijven van de Peel kwamen een vak geleerd. En gezorgd dat zij zich ook konden ontwikkelen. Hij was ook heel actief bij in de sociale woningbouw. In het bestuur van de sociale woningbouw. Echt een actieve, betrokken persoon. En ook heel liefdevol naar ons. Wat maakt u boos? Als mensen gewoon volstrekt met zichzelf bezig zijn en geen rekening houden met anderen. Dat vind ik echt, dat heeft een enorm negatief effect op de samenleving. We moeten steeds ook rekening houden met de ander. Rekening houden met je buren, rekening houden met je collega's, rekening houden met anderen in de stad. Wanneer heeft u voor het laatst echt rekening gehouden met een ander dan? Ik zorg altijd voor de tuin van mijn oude buren. Even de rozen knippen of even de boel aanvegen. Dus je kunt elkaar gewoon allemaal helpen. En dat geldt in de stad, dat geldt in elke gemeenschap. De overheid kan heel veel doen, maar mensen kunnen nog veel meer voor elkaar doen. De eerste werkdag van Dijsselbloem bestond uiteindelijk vooral uit veel overleggen en een wijkbezoekje aan Vaartbroek.